In 2020 waren er meer dan 80.000 kinderen die hun verjaardag niet konden vieren omdat er gewoon geen geld voor is. Maar dankzij Stichting Jarige Job en PostNL hebben we een actie bedacht, namelijk een mooi gebaar. Ik heb een oproep geplaatst voor een superbezorger, want die zocht ik namelijk. En we hebben er gevonden, want hier is... Zoe! Zoe! En Zoe, je hebt een pakje ook bij je. Dat zijn jouw cadeautjes, die ga je afgeven aan Stichting Jarige Job. En je hebt al gelabeld, dat is heel belangrijk. Hoppakee. Zullen ze in de auto doen? Ja. Kom, zo, kijk eens. Wow. Nou, mooi hè? Zet hem dan maar in. Zo, hier zijn alle cadeautjes en er kunnen er nog heel wat bij. Ben je er klaar voor? Ja. Ga lekker zitten. Zit je goed? Ja. Op het eerste cadeautje. Hoi, ik kom een cadeautje ophalen. Dankjewel, hè. Klaar voor de volgende? Ja. Gek eigenlijk, hè, dat er kinderen zijn die hun verjaardag niet kunnen vieren. Een verjaardag vieren en jarig zijn is belangrijk, vind je niet? Ja, dat je een beetje jarig. Nou, absoluut. Daarom is het goed dat jarige Job er is. Nou, dat is alweer de laatste. En dan gaan we nu naar Stichting Jarige Job. Dan zijn we er. Ja. We hebben het cadeautje van Zoe meegenomen. Ja. Wat goed. We willen wel eens weten hoe dat gaat. Dan zijn jullie hier op de juiste plek. Die cadeautjes die gaan we uitpakken. En dan kijken we inderdaad voor welke leeftijd en voor een jongen of voor een meisje is. Daarna worden ze ingepakt in de verjaardagsboxen. En willen jullie soms zo helpen met het inpakken van die verjaardagsboxen? Ja, dat is wel leuk. Want dit gaat dus... in de doos. En waarom deze cadeautjes? Dat andere kinderen blij zijn. Ja, met dit cadeau, hè? Ja. Is dat het enige wat erin gaat? Nee, zeker niet. Want er hoort natuurlijk nog meer bij een verjaardag. Twee cadeautjes gaan er altijd in. Een slagroom, een taart, tractatie voor in de klas. Slingers natuurlijk. Ja. En een boek en een kleurplaat. Nou, dit is weer een cadeautje. En als jij denkt, ik wil ook een cadeautje doneren, dat kan op postnl.nl/mooigebaar. En geld mag ook, hè? Want kinderen hebben het echt nodig, hoor. Toch, Joey? Ja. Gaan we nu taart bakken? Ja.